en leuk dat we kijken naar een nieuwe video van Lifta Forces. Vandaag vertel ik jullie wat over de beginselen van het mennen, dus over hoe het proces gaat. En ik ga het om je nu even uit de wei halen. Nog even voor de duidelijkheid, mennen moet je wel in stapjes doen, dus het is echt een proces. En je kan het niet in een dag of in een week aanleren. Ik ga Tommy nu even klaarmaken en dan ga ik hem even poetsen. Dit is wat we gaan gebruiken. We hebben een bondje om de singel heen, omdat Tommy een wondje heeft bij zijn buik, zoals je hier kunt zien. En we hebben een longeersingel waar hij mee vast kan en een dekje. Als je nog niet weet hoe je dit moet vastmaken, dan staat er een video voor je in onder de omschrijvingen. Want dat is nog een video van logeren met touwtjes en daar leggen ze uit hoe je het vastmaakt. Ik gebruik even geen hoofdstel, want ten eerste is het nog best wel wennen als er in één keer iemand achter hem staat. En omdat als je het hier doorheen doet, dat wiebelt nog best wel, dus dan trek je best wel aan het bit. Het kan wel als je een manbit hebt, maar wij hebben nog geen manbit. Ik heb nog geen leidsels, dus ik gebruik nog even een longeerlijn. Eerst gebruik je het handvat van het longeerlijn. Die doe je hier doorheen. Maar dit is om je paard te laten wennen dat hij iets langs zijn lichaam loopt. Want meestal doen de manners het hier doorheen bij het schoftuig. Maar met een longeersingel hoeft dat niet. En dan doe je deze achter de kont langs, let op dat hij niet trapt, dan pak je het handvat weer en die doe je dan weer hier doorheen. Dan kom je hierbij uit en dan stop je deze door dit gaatje heen en dan maak je hier even een knoopje in. De andere kant met de clip, daar moet je goed voor zorgen dat je niet hier aan vastmaakt. Dan trek je het paard zo en dan gaat dit in de huid van het paard prikken. Maar je moet hem hier langs doen en dan eromheen klikken. Zo dus. En dan gaan we nu naar de bak. Omdat ik er vlak achter loop, gebruik ik ook nog deze dressuurzweep. Ik ga Tommy niet leren mennen met een karretje erachter, maar wel met de baksleep zodat hij de bak kan slepen. En dit is dus de eerste stap van het proces naar het mennen. Je hebt ook iemand nodig om het hier vast te houden als jij erachter gaat staan. Als de persoon die je helpt er bij je hals staat, kan je langzaam de longeerlijn pakken en dan kan je erachter gaan lopen. Ik weet dat Tommy niet trapt, maar als je weet dat je paard gaat trappen, dan moet je dit zeker niet doen. Maar dan moet je er nog veel verder van af gaan staan. Maar ik heb dus niet zulke lange longeerlijn, dus ik ga gewoon wat korter. Dit is ook handiger voor je zweep. En ook al vertrouw je je paard goed, weet dat elk paard kan trappen. Als de manner zegt stappen, dan moet de persoon die je helpt ook gaan stappen met het paard. En dan geef jij het paard een klein tikje, zodat hij er vast aan bent. Stappen! Oefen ook de overgangen stap, halt. Ho, halt. Stappen. De persoon die helpt kan na een tijdje ook het paard loslaten en dan alleen nog voor de zekerheid na te doen. Als je zeker weet dat je paard het goed doet, kan de persoon die je helpt ook langzaam wat verder weg gaan lopen. En uiteindelijk helemaal in het midden van de bak.
Zoals je net zag, kwam er net een trekker langs. Dit is een soort van striktraining voor je paard. Het is alleen maar goed. Want als je aan het mennen bent, kan je ook zo met een trekker tegenkomen. Figuren rijden is een belangrijk onderdeel van het mennen. Als dit allemaal goed gaat, kan je ook een klein stukje draf proberen. Na het oefenen is het belangrijk om goed uit te stappen. Dit kan je doen met lange lijn. Nou, dit was dan ook de video. Vond je deze video nou leuk? Zet het dan zeker in de reacties. En wil je nog meer van deze video's zien over mennen met Tommy? Zet het dan in de poll. En tot de volgende keer. Doei!